De politie heeft vandaag tijdens een persconferentie opheldering gebracht in een aantal zaken, waaronder twee moordzaken die breed uitgemeten zijn in de media. In de moordzaak van de Poseidonstraat is door de politie bevestigd dat het gaat om moord en zelfmoord. Dit blijkt uit het technisch en sporenonderzoek op de plaats van het delict. Volgens waarnemend hoofd van de forensische opsporing, Karel Sederboom, hebben dienstverleners van de SEH het wapen verplaatst naar de rechterkant van het voertuig. Hierdoor is het publiek tot andere conclusies gekomen, geeft Sederboom aan. Het vermoeden bestaat, dus aan de hand van aangetroffen sporenbeeld, dat de mevrouw als bestuurder van het voertuig, rechtse besturing, heeft gereden. Op een gegeven moment moet er een woordenwisseling of iets zijn ontstaan. Ze is vervolgens door het hoofd geschoten, waarbij ze een inschot heeft aan de linkerkant van het hoofd en een uitschot aan de rechterkant. Het projectiel is vervolgens tegen het dak aangekomen en is in de bovenste deurspijl gaan vastzitten. Vervolgens heeft de schutter het wapen naar zichzelf gekeerd, heeft zichzelf van rechts uit in het hoofd geschoten, inschot rechts, uitschot links, die penetratie door het hoofd en vervolgens door die linker voorportierruit naar buiten. Daarna is het wapen door die bewegingen en uitvallen van hersenen en andere delen, kreeg je dat wapen op een gegeven moment dit gaat doen. En dat wapen is toen tussen die man zijn benen. Maar bij het verlenen van EHBO heeft men dat wapen verplaatst, waardoor dat wapen netjes aan de kant is geplaatst en men het publiek tot andere conclusies is gekomen. Vandaar dat ik zeg, wij moeten dan nagaan aan de hand van lichting van bepaalde zaken, als de mogelijkheid bestaat dat het zo is zoals het sporenbeeld aangeeft. Verder heeft de politie sterke indicatie dat de 18-jarige Sherlana Shatta zelfmoord heeft gepleegd in haar woning aan de Kwikstraat. De politie moet het onderzoek hiervan nog afronden. Wat we tot nu toe, zoals mijn collega Sederboom heeft aangegeven, tot nu toe wat het onderzoek heeft uitgewezen is dat 1. Niemand de woning heeft betreden. Er zijn zelfs uitspraken daar gedaan door familieleden die erop duiden dat het eigenlijk onmogelijk is. Of in ieder geval, er zijn geen sporen van inbraak aangetroffen. En als op een gegeven moment er camerabeelden tevoorschijn komen die aangeven, of in ieder geval waarvan is af te lezen, dat die jonge dame een vuilzak op het vuilnisrek heeft gezet. En bij onderzoek in die vuilzak blijkt dat die DVR die uit die box is gehaald, daarin zit. In feite, bij de eerste indrukken al haar van de politie, waren er al twijfel of er een beroving kon zijn. Maar goed, je neemt dat alles mee, je start je onderzoek en zoals ik eerder heb aangegeven tot nu toe kunnen wij niet stellen dat er sprake is geweest van een beroving. Het hoofd van afdeling kapitale delicten. De politie heeft vandaag tijdens een persconferentie opheldering gebracht in een aantal zaken, waaronder twee breed uitgemeten moordzaken in de media.